Je gelukkig voelen of gelukkig zijn. Wat is dat precies? Voor een deel hangt gelukkig zijn af van geluk hebben. Niet iedereen groeit bijvoorbeeld op in een warm nest, heeft een goede fysieke en mentale gezondheid of voldoende financiële middelen. Daar kan je zelf dus weinig aan doen. Maar een deel heb je wel zelf in handen. Om je daarbij te helpen is er de geluksdriehoek. Die bestaat uit drie bouwblokken die met elkaar verweven zijn. Het eerste bouwblok is goed omringd zijn. Sta af en toe even stil bij de dingen en de mensen waarvoor je dankbaar bent. Koester de mensen rondom jou op wie je kan rekenen. Door er ook voor hen te zijn wanneer ze het moeilijk hebben, voel je je nog sterker met hen verbonden. Het tweede bouwblok, je goed voelen, gaat over je emotioneel goed in je vel voelen. Wat helpt jou om je geest even tot rust te laten komen? En waar krijg je energie van? Dat is voor iedereen anders en hangt af van je persoonlijke wensen en behoeften. Maar je goed voelen betekent ook een plek geven aan de minder positieve gevoelens. Die kunnen en mogen er ook zijn. Je bent zoals je bent. Besteed niet te veel aandacht aan het kritische stemmetje in je hoofd en wees niet te streng voor jezelf. Bij het derde staat jezelf zijn centraal. Dat begint met jezelf graag zien en jezelf aanvaarden. Waar ben je trots op en zijn er dingen waar je goed in bent? Denk na over wat je belangrijk vindt en pas dit toe in je dagelijkse leven. Wat wil je nog bereiken en wat motiveert je om ergens voor te gaan? Verder is er ook de oranje bol. Dit zijn de gebeurtenissen en ervaringen die je uit balans kunnen brengen. Perfect geluk bestaat niet. En dat is oké. Je gelukkig voelen gaat soms over het ongelukkig zijn beheersen. Probeer ook je eigen weg te vinden en laat je niet leiden door sociale druk. Wil je zelf aan de slag met de bouwblokken van je geluk? Of wil je werken aan je veerkracht? Op geluksdriehoek.be vind je praktische tips en oefeningen.